Ja, vrienden, ik moet even ergens op terugkomen. Ja, het kan gebeuren. Kan gebeuren dat je gewoon even je mening moet herzien. Ja, en dat is nu aan de hand. Ja, niet zo lang geleden heb ik nog gezegd. Ja, die Pieter Omtzigt, die moet zich gaan warmlopen. Want ja, dat wordt de man die het politieke landschap helemaal gaat veranderen in Nederland. Maar, vrienden, ik heb dat even een tijdje gevolgd zo nu, die Omtzigt. En ik heb mijn mening helemaal herzien. Ja, hoe vind je hem? Ja, en dat vertel ik nu. Want wat lees ik nu? Die Omtzigt, die kan dus in één keer, Maurice de Hond heeft het uitgevonden, 24 zetels winnen. Als er nu verkiezingen zouden zijn, nu, en Omtzigt zou meedoen, met een lijst of met een partij, weet ik veel, 24 zetels. Grootste partij van Nederland, in één klap. En dan zou hij dus automatisch onze premier zijn. En vrienden, ik heb die Omtzigt een beetje bekeken zo. En ik heb er zo naar geluisterd. En dan denk ik bij mezelf. Ja, ben jij nou onze man? Moet jij het nou zijn? En zware twijfel bij mij, vrienden. Sterker nog, ik denk eigenlijk van. Niet. Hij kan goed aan de bel trekken. Hij is een geweldige klokkenluider. En hij kan dingen aanwijzen die niet kloppen. En daar is hij waarschijnlijk heel goed in, die Omtzigt. Maar ik mis gewoon visie. Gewoon dat hij het voortouw pakt. Onze Omtzigt. En dat hij zegt, die kant moeten we op met Nederland. En zo gaan we het doen. Wat ik wel een beetje had vroeger toen in het begin bij Pim Fortuyn. Dat je het gevoel had van, oh, het gaat even anders worden. We gaan een andere kant op. Dat heb ik bij Omtzigt helemaal niet. Ja, en dan kan je wel zeggen, ja, Omtzigt is misschien heel geschikt om te gebruiken als middenpartij. Dus geen 24 zetels, maar laten we zeggen een stuk of 10 of 12 zeteltjes voor Omtzigt. Dan kan hij lekker een beetje mee in de regering zo. Geven we een ministerpostje of wat dan ook. En weet je wel, dat idee, dat heb ik een beetje. En ja, maar ja, dat vragen jullie. Ja, we moeten natuurlijk af van in ieder geval van D66. Maar goed, in die nieuwe peiling, hey, 12 zetels minder geloof ik. Dus dat gaat toch helemaal de goede kant op. Kakelende kaag gaat, woep. Zo, hop, naar beneden. Ja, dat gaat goed. Nou ja, en de VVD gaat ook, poep. Ja, die worden ook afgestraft. Ja, die gaan ook naar beneden. Maar ja, dan blijft inderdaad de vraag, waar moeten we dan heen met stemmen? Dat is een probleem, vrienden. Ja, maar dan zou ik zeggen, oké, weet je wat we doen? Kijk, wacht, GroenLinks, dan kan ik die Klaver, dat kan ik natuurlijk niet. En de Partij van de Arbeid, met mijn hele Aadje Kuimke, dat is al niet serieus te nemen. Dus dat gaat allemaal niet. Nou ja, dan krijg je de hele reus van die kleine partijtjes, dat wordt hem ook niet. Dus dan zou ik denken bij mezelf, vrienden, ja, er zit gewoon weinig anders op. Want het, ja, ik kan moeilijk zelf doen. Ja. Als ik wat jonger was geweest, beste vrienden, dan zou ik gewoon gaan voor een grote partij. Dan zou ik zelf minister-president worden. Ja, dat zou ik dan doen. Maar goed, ja, het is allemaal iets te laat. Iets te laat. Anders had ik dat zeker gedaan en had ik ook wel gekund. Gewoon goede mensen om je heen verzamelen. Klaar en een beetje nuchter nadenken. En hoe moeilijk kan het zijn? Nou ja, goed. Dat hebben we even niet in Nederland. En ja, en een beetje ambitie. Die heb ik ook wel. Dat had ik ook wel gehad. Dus ja, weet je, dat is wat je nodig hebt. Nou, dus wat doen we dan? Die Caroline van der Plas, dat mag ook niet te groot groeien. Dus als dat ook een beetje een middenpartij wordt, zeg maar met een zeteltje of 11, 12, weet je wel, die. Samen met hem dan, met die Omtzigt. Ja. En dan zou ik zeggen, ja, 21, ja, die Joost Eertmans, maak hem wat groter. Hij heeft er nu al 6 of 8 zetels zou hij krijgen. Als die er nou ook een stuk of 14, 15 krijgt in totaal, nou, dan zijn we er. Als die 3 bij elkaar gaan,
Ja, 21 en die van de Plas. Samen met Omzicht, ja. Ja, hé. Hey, dan zijn we er misschien.